En wij besluiten het journaal met de volgende weersberichten. Afkomstig van de Meteorologische Dienst Suriname, MDS. Die geldt tot en met morgen 11 juni. Naarmate de avond vordert, nemen de buien af. Lokaal zullen er perioden zijn met lichte tot matige buien, mogelijk met onweer. In de nacht is er sprake van een verdere afname van de buien. Aan het eind van de nacht ontstaat in bepaalde gebieden nevel en mogelijk mist. Morgen in de ochtend komen er voornamelijk zonnige perioden voor. Boven het noorden in het land zullen er morgen perioden met lichte tot matige buien voorkomen, die soms gepaard gaan met onweer en mogelijk windstoten. In de avond van 10 op 11 juni komen er in Marowijne, Kommerwijnen, Paramaribo, Wanica en Para af en toe lichte buien voor, maar zal het voor lange tijd droog zijn. Saramaka, Koroni, Nikeri, Brokopondo en Sipaliwini zullen tijdelijk bewolkt zijn. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat er morgen in de middag op sommige plaatsen matige onweersbuien zullen voorkomen die eventueel gepaard gaan met windstoten.